Whiplash. Yes, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Hashtag Nieuwsgierig. Niels, we hebben echt veel dingen gedaan in ons leven. Ja. Maar we hebben nog nooit het boek gehaald van de World Guinness Book of Records. Ja, en daarom gaan wij vandaag kijken of het ons lukt om binnen 24 uur een wereldrecord te verbreken. Wij gaan ons vereeuwigen in dit boek. Ik zeg er wel eentje. Dat is deze. Ja. Dat gaat over mensen met een grote mond. Ben jij... Toch, jij hebt een grote mond. Kijk, ja. het record is dit. 17 centimeter moet je uit elkaar kunnen trekken. Hebben we een lineaal, jongens? Dit is geen 17 centimeter. Wacht even. Mijn lul is 17 centimeter. Even... Even kijken. Een adventkalender, weet je wel, 25 chocolaatjes die daar achter zitten. Oh, die heb je in december altijd. Ja, die heb je in december. Die binnen 1 minuut 27 seconden opeten. Alleen, dus dat is het wereldrecord, dus 1 minuut 26 seconden moet jij dat doen. Alle chocolaatjes. Ik zeg meteen jij, maar ik vind jou wel echt het eetkanon. Van nou, dat is ook zo, toch? Ik ben ook het eetkanon. Ik ben een vreedzak. Het klinkt doable. Oh, wat toevallig dat ze dat al voor hadden geproduceerd. Op het thee. Kijk eens, dit moet toch wel te doen zijn. Oké, dus dit zijn inderdaad 25. Mag ik het al openmaken of hoort het openmaken erbij? Het openmaken hoort erbij, hè? Dus openmaken, eet. Oké, is goed. Laten we doen. Ik ben er klaar voor. Oké, wacht even. Pak even de timer. Ja, is goed. Dus ik moet de deurtjes op volgorde openen. Dus 1, 2... Waar is 3? Kijk, zie je, dat kost je tijd. Dus dat moet je uit je hoofd weten. En ik zag nog een ding. Hij heeft zijn mond leeg voordat hij het volgende chocolaatje neemt. Dus ja, opeten, doorslikken, opeten. Volgende. Ja. En dan 25 stuks in 1 minuut 26. Het staat ook onduidelijk op. Even een stift. Dat ik het gewoon groter erop kan zetten. 14, links boven. Kijk, dit is top. Dus we gaan het er iets groter opschrijven. Misschien helpt dat. Ik ga pijltjes doen. 5. Gaat naar 6. Ik ga het even één keer met mijn hand tikken. Ja. 1, 2. Het heeft gewoon geen zin. 3. 13. 14. 21, 22, 23, 24, 25. Okay. Hey, we hebben het wel zo gedaan, als jij de oneven nummers voor mij vindt, dan ga ik vreten. Want van de oneven nummers kan je dus de evenredige nummers vinden. Oké, Joost. Ben jij klaar om het wereldrecord adventkalender op te eten te verbreken? Ja, man. Ja, man. Ik heb een doel gevonden in het leven en dit is hem. In 3, 2, 1. Go. 4. En dan hier 5. Oké, we gaan lekker, 8 kan ik even niet vinden. 8. Fuck me, fuck me. Dan 12. Kom op, kom op, kom op. 24. Nee, oké. Okay. Stop de tijd. Ik krijg hem nooit weg. Door. Ja, jammer. We hebben het ook niet gehaald. 1 minuut 53. Ik vind het wel een goede eerste poging. Heb je zin om hem nog een keer te proberen? Ja, maar laten we gewoon nog een keer doen. Fuck it. Echt? Nee. Helemaal gek. Oh ja. Een paar pogingen. Ja. Maar ik denk als ik zelfs dit allemaal ga doen, dat ik het niet ga redden. Ik heb ook zeker 13 chocolades niet doorgeslikt. Waar zijn die dan? Die liggen nu daar bij de boom. Echt? Mm-hmm. Maar het is dus echt heel moeilijk. Het is echt heel moeilijk. Ja. En het is hele vieze, goedkope, ranzige chocola. Ja, oké. Dus jij voelt je voor de rest van de ochtend misselijk. Ja, dus die kans zit er dik in. Laten we gewoon een ander record proberen te breken. Helemaal goed. Joost, het lijkt mij niet heel verstandig als ik nu ook 25 chocoladerepen naar binnen ga beuken. Nee. Want dan ben ik ook misselijk en we hebben maar 1 dag. Ja, ja, ja. Dus ik ga even al mijn pijlen op een ander record vestigen. Ja, dat is dit record, namelijk 260 t-shirts in 1 keer aantrekken. Kan jij iets met een waaier, want ik denk dat ik het heel warm ga krijgen. Ja, dat kan en ik. Water of zo. Ja, dat kan ik ook. Oké, en het voordeel van deze is dat er geen tijd aan verbonden is. Nee, we kunnen zo lang over doen als we willen. Ja. Ruik even, ouwe. Gadverdamme. Ja, natuurlijk. Dit is echt heel oud, oude meuk. Oh nee, ik krijg nu al kluistervoeding. Stel niet zo aan, joh. Nee, dit is echt heel kut. 3. Ik kan mijn armen slechts niet meer bewegen. 10. Nog 251 te gaan. Nummer 20. We zitten nog ineens op 1/10. Zullen we even kijken naar hoe het eruit zag? Holy shit! Deze gozer zag er zo uit. Nee. 260. Je ziet zijn ogen niet eens meer.
Het lukt me al niet meer. Hoeveel staan we? Dit is 30. Ik heb toch al zeker 30 shirts aan. Ja. 30 shirts? Heb jij ooit 30 shirts aan gehad? Ik heb nog nooit 30 shirts aan gehad. Ja, ik wel. Ja. Bring him out, man. Bring him out. Het gaat ook wel weer te wennen. Ja? Ja. Het begint je ook, je kan het ook wel hebben eigenlijk. Ik weet wel wat ik ga doen als ik het in de winter koud heb, zeg maar. Ja? Ga je goed dik aankleden? Dit is wel echt de oplossing, ja. En mijn moeder zei altijd, met dit weer in de herfst, laagjes. Je moet wat uit kunnen trekken. Hey, loop niet zo breed, joh. Echt. Je zit nu op 40, toch? Ja. Lekker, man. Hey, niemand zei ook dat het trouwens hele shirts hoeven te zijn, toch? Dat stond er niet bij. Ik weet niet hoeveel meer ik nog kan. We kunnen wel dit eventjes wat openknippen. Iets meer ruimte? Iets meer ruimte, chill. Oh jezus, deze is strakker hoor. Wow, ik heb nu al een soort whiplash. Kijk, okay, in mijn nek te duwen. Moeten we die ook anders eventjes iets knippen? Ja. Die ziet er inderdaad uit als een Quasimodo. Flinke bochel. Dit wordt gewoon een blok beton om mijn lichaam heen. Zometeen. Mijlpaaltje Joost, 50 t-shirts. Nummer 50. We hadden 24 uur om een record te verbreken. En dit gaat nog wel even duren, want we zijn al een tijdje bezig met deze. Denk je als je hem gaat verbreken? Nee, ik denk het niet, Joost. Ik krijg ook een beetje paniek aanval. Is het dan ook niet zonde van onze tijd als we nog alles hierin gaan investeren? Kunnen we niet gewoon beter een ander iets uitzoeken wat we kunnen verbreken? Want volgens mij gaat dit ons ook gewoon niet lekker aan. Nog 210 te gaan. Nog 210 te gaan? Ja. Ja, maar dat is een kansloze missie. Ja, dit gaat lekker. Dit is zonde van onze tijd. Nee, ik vind het leuk om te zien, maar... Ik word bijna gekild, ouwe. Ik zweer het. Trek uit, dan. Oké, arm omhoog. Dit zijn wel nee, dit is echt kut, ouwe. Dit is een hele strakke shirt. Gadverd, vanaf hier worden die shirts ook nat. Ja. Gadverdamme. De transpiratie nergens naartoe komen. Nee, maar vanaf nu kan je gewoon weer zelf je shirts uittrekken, nee, toch? Nee, man. Je bent er weer. Mijn eigen t-shirt, maar hij stinkt wel. Okay. Blijf je de hele dag zo staan? Nee, ik heb nu weer een shirt. Weet je het zeker? Ik kan hier wel aan wennen. Ja, dat snap ik. Door naar het volgende record. Oké, Niels, ik heb een record gevonden waarvan ik denk dat we het kunnen verbreken. Ja. Het record is namelijk wc-rollen opstapelen. Geen idee waarom ik in één keer mijn stem oversloeg. Maar dat doe je dus dan in 30 seconden. En dan moet je 29 rollen opstapelen om het record te verbreken. Want die staat momenteel op 28 rollen. Ze hebben niks gezegd over voorstapelen. Dus we zouden al 2 of 3 rollen op elkaar kunnen doen om het vervolgens op elkaar te zetten. Nice. Dat is een paar tijd uit. Vond ik ook slim. En we moeten omhoog, dus we laten ook gewoon gebruik maken van de trap. In principe heb je voor elke rol 1 seconde, dus je hebt 3 à 4 seconden... om het goed neer te zetten. Voor elke stapel rollen. Treetje, ja. Oké, Bram, heb jij de timer klaar? Ja. Niels, ben je klaar om een recordpoging neer te zetten? Of om het record te verbreken eigenlijk? Ja, tuurlijk. Ik zou zeggen, start. Tijd. Goed. Zie jij? Ja. Is dit hem? Ja, dus... Wat doe jij? Je doet hem helemaal niet goed. Stapelen, erop. Stapelen. Je doet hem niet goed erop. Stapelen. Ja, maar stapel door. Doe dit. Ja, omhoog. 10 seconden, 20 seconden, Niels. Omhoog, ja, omhoog. Okay. Daar gaan we. Oh! Dit is moeilijker dan ik denk. Dit is echt moeilijker dan je denkt. Okay. Want hij viel eigenlijk om toen iemand tegenhield. Oké. Okay, gaan we nog een keer proberen? We gaan het gewoon nog een keer proberen. Dat gaat goed. Godverdomme. Dit is zo moeilijk. Ja, maar kijk, dat komt omdat, meen ik serieus, hier staat hij gewoon niet goed bij deze. Hé, hey, kunnen we niet gewoon meer handjes gebruiken? Dus Bram, jij helpt ook mee? Ja, eens man. Iedereen doet met z'n drieën. Iedereen doet 3 rollen, toch? Ja. Maar let goed op waar je naartoe balanceert. In 3, 2, 1, go. Ja. Ja, nee, Bram. Hij staat al scheef. Bram. Hij staat al scheef. Bram, dit gaat niet goed. Wat ben jij een ongelofelijke eikelbijter, zeg. Jezus. De fundering is wel belangrijker. Bram, jij kan beter wegblijven. Dit is echt... Zo stapelt hij hem erop, hè. Laten we het dan heel simpel houden. Niels, jij neemt de leiding. Bram. Ik ga weg.
terug bij de tijd. Kijk, ik weet het. Ik weet nu wat de techniek is. Ja? Ja, die ga ik uitvoeren. Let maar op. Maar leg het even kort uit dan. Nee, ik zeg helemaal niks. Jullie gaan het zien, jullie gaan het zien. Oké, heb je het helemaal uitgevogeld, Niels? Ik heb het uitgevogeld. Top. 3, 2, 1. Start. Go. Die lijkt er scheef op. Die zit scheef, die zit scheef. Goed zo. En blijf staan. Blijf staan. Blijf staan. Blijf staan. Ah! Maar, jammer, jammer. We kwamen verder dan jij ooit zou komen. Dus misschien is dat ook wel een eervolle vermelding waard. Ja, maar we kunnen wel stellen dat de 3 wereldrecordpogingen niet zijn gelukt. Dus oftewel, we waren nieuwsgierig of we in 24 uur tijd een wereldrecord konden verbreken. Ja. Dat zit er niet in. Het is onmogelijk om een Guinness Book of Record te verbreken binnen één dag. Maar misschien hebben jullie zelf nog... Zonder voorbereiding. Misschien hebben jullie zelf nog een aantal records waarvan jullie denken, hey, misschien moet je dat eens proberen. Zet het even in de comments en wie weet gaat Bram en Mins eentje volgende week verbreken. Volgende week zijn we gewoon weer terug. Ja. Doei doei. Doei.